En buurtbewoners die in de buurt van de opslag van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat wonen, eisen dat het materiaal onmiddellijk uit de woonwijk wordt verwijderd. De bewoners hebben met grote verbazing gereageerd op het nieuws dat deze zeer gevaarlijke, mogelijk uiterst explosieve stof is opgeslagen in een loods midden in hun woonwijk. De woonwijk ligt achter de Jagannath Lakshmanstraat en behalve woningen zijn er veel sportvelden en bedrijven in de buurt. De bewoners eisen dat binnen een week geïnformeerd worden over de wijze waarop het materiaal is opgeslagen. De bezorgdheid van de bewoners wordt nog meer gevoed na de ontploffing van een loods in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut, waarin dezelfde stof was opgeslagen. Bij dat incident zijn meer dan 100 doden gevallen en zijn duizenden anderen gewond geraakt. De buurtbewoners hebben graag dat het complex bewaakt wordt door militairen. Verder willen ze dat de omgeving wordt schoongemaakt, aangezien de mogelijkheid van grasbranden vanwege de naderende grote droge tijd aanwezig is. Op enkele tientallen meters van de loods is er onlangs een brand geweest, waarbij een houten woning volledig in de as is gelegd. De buurtbewoners eisen onmiddellijke actie, zodat hun veiligheid gewaarborgd is.